Het is weer tijd voor Dakar Talk. Tom Cornel en ik duiken dieper in de wereld van de zwaarste rally ter wereld met gasten. En ook vandaag hebben we weer een hele mooie gast. De man is ondernemer puur sang, heeft de rally uitgereden op een quad, op een motor, in een vrachtauto en met een buggy. En is natuurlijk de aanstichter van al het leed wat Tim en Tom meemaken. Maar daarover ja, straks meer, want allereerst is hij ook nog spraakmakend. Kees, je bent aangereden door Carlos Sainz en hij is boos. Hij is boos, ja. Ik was ook heel boos. Ja, maar dat zeg ik. Jij bent boos. Ja, ik ben boos, ja. Hij schijnt nu ook boos te zijn, omdat hij straf heeft gekregen. Maar hij heeft 10 minuten straf gekregen om mij van de quad af te rijden met 180. En dan is 10 minuten slaat ook helemaal nergens op. Nee, want je bent ook 10 meter de lucht ingevlogen. Je quad was stuk. Je hebt de blauwe plek op je arm. Het bewijs is er. Heeft hij me zelfs geraakt. Maar het ergste is, als hij 20 centimeter naar links gaat met 180 en ik sta bijna stil. Ja, dan had ik hier nou niet gezeten. Waarschijnlijk was ik er helemaal niet meer geweest. Dat was voor hem misschien makkelijker geweest. En nu, ja, als ik de Twitterberichten lees vandaag, dan ben ik toch een heel slechte man dat ik daar in het pad reed. Eigenlijk moeten mensen zich niet meedoen in Dakar, hè? Want wij rijden in de weg voor die jongens. Dat zijn de grote helden. Eigenlijk is het jouw schuld. Maar ben je wel eens vaker aangereden dan? In Dakar, nee. Nee, maar je rijdt toch niet in de weg? Je zit toch ook gewoon in de race? Ik zit gewoon in de race. Ik lag derde of vierde bij de quads. Alleen er was een heel moeilijk modderstuk bij kilometer 180, herinner je je misschien? Ja. Was bijna niet door te komen, dus ik was gewoon weg aan het zoeken. En ik hoorde Sentinel en ik kijk om en toen lag ik in de lucht. Stuk van mijn quad af. Mijn arm had ik toen nog niet door, had ik net pas door dat kapot was. Maar ja, dat doe je niet. Weet je, de ASO en Sofia die hebben het altijd alleen maar over jongensjes en het racen, maar safety first. Wat is de regel? De regel is dat hij gewoon gedisqualificeerd wordt. Nee, de regel is, als je iemand geraakt hebt... Dan stop je en dan ga je helpen of vragen. Maar juist. Erger nog, na de rand is hij niet naar mij toegekomen. Ook niet na de race. Niemand heeft mij iets gevraagd. Ik heb het gemeld bij de FIM. Die zei, nou, die moet een protest indienen, anders kunnen we er niks mee. Maar niemand is nog bij mij terug geweest. Wat is er nou precies gebeurd? Hoe zit het nou eigenlijk? Hij en Terranova en een paar anderen hebben heel veel verhalen in de media gegooid. En mensen zoals ik moeten niet in de weg rijden natuurlijk. Maar Kees, dat is vervelend. Zou een excuusje van Carlos, zou dat geholpen hebben? Al meteen toen je aankwam in het marathonbivak. Ik denk dat het een wereld van verschil zou zijn geweest als hij gewoon naar de rand naar mij toe komt. Zeggen, is het goed met jou? Is er wat gebeurd? Ja. Gewoon helemaal niks van zich laten horen. En ik lees allemaal verhalen in de pers wat ik gedaan heb. Maar ik reed daar gewoon mijn wedstrijd, weet je. Ja. Ja, en je kan ook niet zomaar verdwijnen. En ik hoorde Sentinel. En normaal als Sentinel hoort, heb je 15, 20 seconden. Dan kijk je eerst, waar is die auto? Nou, dan zie je die auto en dan weet je waar kan ik naartoe. Maar ik keek en ik ging in de lucht. Nou, gelukkig is er niks ergens. Je bent er nog. Ja. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja. Wie er ook nog zijn Tim en Tom. En ik zei eerder al gekscherend. Kees is de aanstichter van al het leed wat die twee meemaken. Want uiteindelijk, Kees is met de buggies begonnen. Heeft Tim erin getrokken. Ja. Tim heeft mij erin getrokken, ja, volgens mij samen met Kees. Heeft hij goed gedaan, toch? Ja, ik durf wel te zeggen, je hebt me wel wat avontuurtjes meegegeven, maar ik ga ook wel 30 jaar minder oud worden, volgens mij. Want Tim zei, hoe moet ik nou Tom meekrijgen? Dan moet je allebei de buggies kopen. Heeft hij gedaan, dat verhaal vergeet ik nooit meer. Hij zegt, Tom, zie je die buggy? Ja, die is voor mij. Hij zegt, en die? Hij zegt, die is voor jou. Ik zeg, nee, dat is niet waar, want ik moet met RTL mee het commentaar doen. Hij zegt, dit is je kans om te rijden. Ja, toen heb ik wel even geslikt. Ja, dat zijn toch mooie dingen, hè? En ik zei altijd met die buggies, ze zijn fantastisch, zolang ze maar geen vrachtwagens op parcours komen. Ja. Maar als je achter de vrachtwagens komt, dan zijn ze te klein en dan weet je alles van inmiddels. Ja. Dat was mijn probleem ook af en toe, inderdaad. Maar dankjewel. Ik klaag echt niet. Ik ben blij met alle avonturen die je me hebt gegeven. Ik ben er nog en ik ben nog steeds niet aangereden. Nee. En nou heb je een hele mooie auto. Ja. Kees, als ik diep in jouw hart kijk, blijf jij volgens mij toch gewoon een motorman? Ik ben een echte motorman, ja. Maar mijn probleem is dat ik niet zo goed kan motorrijden. Dus ben ik ook die andere dingen gaan proberen. En de quad is eigenlijk dezelfde techniek als een motor, alleen je hebt geen balans nodig, dus je valt niet om. En dan gaat het opeens heel erg goed. Ja, maar ondernemen wist je ook niet of je heel goed in was. En daar ben je ook maar mee begonnen. En heb je ook allerlei fantastische dingen gedaan in Nederland, in het buitenland. Oefenen baart kunst, hè? Oefenen baart kunst. Ja, als je iets wil, dan niet zeggen dat je het kunt. Dat klopt. Nee, dat klopt. Nee, je moet wel wat doen en dan maak je ook veel mee. Ja, ja, als ik persoonlijk kijk, dan vind ik altijd die mensen op die quads, ik moet er niet aan denken. Vooral de verbindingsroutes. Het lijkt me zo erg, Kees. Ja, de verbindingsroute met de quad is fijner dan met de motor. En de quad is je zaal zo breed en met de motor is je zo breed. Maar je moet toch pijn in je kont hebben? Nou, het is nog veel erger. Ik vertelde de jongens die net gaan rijden altijd, dan bel ik ze op en zeg ik, weet je wel dat jij waarschijnlijk over 3 dagen niet meer kunt zitten. En dat het over 4 dagen allemaal bloed en stuk gaat. En zou je daar wat aan doen, dan zeggen ze, er is allemaal niks aan de hand. Maar Michael Smith bijvoorbeeld, heb je die gesproken? Ik heb hem naar jou Frank toegestuurd. Ja, Frank heeft hem helemaal moeten verbinden. En die heeft eigenlijk van pleisters een broek voor hem gemaakt die hij niet mag uitdoen.
Ja. Omdat het gewoon helemaal doorgesneden is het vel van dat zadel. Dat zadel is natuurlijk een beetje hoekig. En als je daar gewoon de hele dag op zit en je krijgt die klap, hè? Ja, dat is gewoon een mesje wat gaat snijden. Hè? En als je dat nooit hebt meegemaakt, dan snap je dat nog niet. Maar wat bezielt je dan? Ja, ja. Dat bezielt je niet en daar denk je niet van tevoren over na. Dat is iets wat je moet. Dat is iets wat je leert door ervaring. Ja. Ja. Maar Kees, je bent succesvol zakenman, maar waarom ga je Dakar doen? Ja, ik zeg altijd, het is mijn vakantie. Ik, 24 uur per dag krijg ik telefoon en e-mail. En als ik een e-mail krijg en ik antwoord niet na 2 minuten, bellen ze me op. En in Dakar zeg ik altijd, ik ga nu weg. En 20 dagen, geen telefoon, geen e-mail. En ga ik lekker iets anders doen. Maar de Dakar is 15 dagen. Ja, maar je moet hier 2 dagen van tevoren zijn. En het duurt een dag voor je thuis bent. Dus gewoon 20 dagen ben je weg. En dat zijn de enige 20 dagen van het jaar dat ik niet hoef te werken. Als ik normaal met mijn gezin op vakantie ben, dan zeggen de kinderen vaak van, wij zijn op vakantie. Dan zeg ik ja. En dan zeggen ze, ja, maar wij hebben vakantie. Dan zeggen ze dan 10 keer, dan heb ik het nog niet door. En dan neem je ze ook mee naar mooie plaatsen. Want ik, volgens mij heb jij je kinderen meegenomen naar Bolivia, op de hoogte. Ja, we zijn in Bolivia geweest. 2012 was dat, net voor de start van Dakar. Ja. Ja, en in Peru. Dat was geen succes met die kinderen zo hoog, of wel? Nee, daar heb ik geleerd wat hoogteziekte is. Wij kwamen aan en ik vond het altijd flauwekul hoogte. Niemand heeft daar last van, niet aanstellen. Dus wij komen aan en wij gaan naar 3600 meter slapen. Dat was het een paar dagen voor nieuwjaar. En uiteindelijk zijn we een dag later weg moeten gaan omdat de kinderen zo ziek werden. Die waren niet gewend. We gingen natuurlijk meteen allerlei activiteiten doen. Ja. En toen had ik door van ja, misschien is er wel hoogteziekte. Het bestaat toch. Het bestaat en toch. Heb je toen ook besloten om die tent te kopen of dit? Toen heb ik besloten van daar moet ik zelf ook eens rekening mee gaan houden. Ja, hebben we zo'n tent gekocht. Ja. Ja. Nou heb jij, je hebt hem uitgereden op de motor, op de quad, met de auto en de vrachtauto. Nou is er ook nog een side-by-side waar je in zou kunnen rijden. Maar wat brengt de toekomst? Je bent fanatiek met die quad. Hè? Je rijdt wereldkampioen met die quad. Is er nog iets anders? Ik denk dat wel. Ik zou heel graag nog een aantal jaar met de quad willen. Met de motor doe ik niet meer. Dat is fysiek eigenlijk te zwaar voor mij. Daar ben ik al te oud voor. En met de quad zit ik nu ook wel op de limiet dat als ik goed wil rijden, dan kan ik het fysiek al bijna niet meer aan. Als je over de 50 bent, dan heb je daar toch last van. En dan ga ik denk straks net zoals jullie in zo'n mooie buggy rijden. Maar ja, ik heb alle categorieën gedaan, dus ik heb geen keuze, want het is nu een nieuwe categorie. Maar zijn wij die buggy dan voor jou aan het testen? Want volgens mij ben je met Tim een keer geluncht of zo. En heeft Tim gezegd welke auto moet ik hebben? Dan heb jij volgens mij die buggy voor ons geregeld. Nou, ik heb vorig jaar de Silk Way Rally gereden met een soort gelijke buggy, met een ander merk. En dat ging heel erg goed. En de enige die mij voorbij reed was Jeffries. Ik zei, Tim, je moet met Jeffries gaan praten, want die gaat nog harder. Nou, dat klopt. Die sleutel nu in onze auto. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ja, maar ja, het wordt een side-by-side, hè, als het wat anders wordt. Ja, ja. Dat nieuwe gewicht eraf en je hebt een side-by-side. Ja, nee, maar het leukste is nog dat volgens mij toen de ASO de side-by-side-klasse introduceerde, toen zei ze ook, die doen we voor Kees Kolen, want dan heeft hij weer een nieuwe uitdaging. Ja, ik vraag al heel veel jaar of ze niet een klasse met zijspan willen doen. Ja, want ik zou misschien wel een keer, ik heb nooit in mijn leven zijspan gereden, maar dat is nou wat ik leuk vind. Toen ik inschreef voor de quad had ik nog nooit quad gereden. Maar heel veel mensen zeggen tegen mij, daar zou je echt niet aan moeten beginnen, want dat is gewoon een onmogelijke opgave. Ja. Maar als ik dan zie hoe ondernemend je bent, eigenlijk dus ook hier in Dakar, dat is dus gewoon je eigen instinct. Dat is waarom jij al die businesses doet. Ja, als ik ergens binnenkom, dan denk ik, dat moet anders. Dan maakt niet uit waar ik binnenkom. En dat is eigenlijk mijn grootste probleem, want ik heb veel te veel ideeën en ik zie allemaal dingen die anders moeten. En als ik er dan aan begin, dan kan het ook anders. Maar het probleem is, je moet er altijd zelf bij betrokken zijn. En wat is je grootste trots? Mijn grootste? Business-wise? Ja, ik denk dat het gewoon Booking is. Dat is heel duidelijk. Het is zo'n mooi bedrijf geworden. En het grappige is dat wij, toen wij ermee bezig waren, hadden we het helemaal niet door. Wij draaiden miljarden omzet met dat bedrijf. En we hadden helemaal niet door dat wij een groot bedrijf aan het bouwen waren. We dachten dat we nog steeds een start-up waren. En eigenlijk pas jaren dat we het verkocht hebben en dat ik er weg was, dacht ik, goh, dat was een groot bedrijf. Dat was mooi. Ja. Maar als je daar middenin zit, dan denk je er helemaal niet aan. Dan denk je heel anders. Dan ben je gewoon het werk. En nu? En nu? Ja, ik ben betrokken bij heel veel andere bedrijven. En er zijn er een paar die beginnen echt goed te gaan. En wat vind je de leukste daarvan? Die staat op mijn shirt, Super B. Lithiumbatterijen. We zijn ook bezig met een aantal acquisities daarin. In het buitenland, in Amerika, in China. En ik denk als je naar de batterijtechnologie kijkt, dan is lithium de grote toekomst en daar heb je een aantal hele grote spelers. Die kent iedereen, hè? Panasonic, Sony, LG, dat soort partijen. Maar dat zijn allemaal super grote bedrijven, maar die zijn puur bezig met celtechnologie. En als je die lithiumtechnologie goed wil gebruiken, dan moet je daar een printplaat bij maken en heel veel software. Want lithium, als je dat niet goed aanstuurt, dan werkt het niet goed. En wij zijn nu eigenlijk best innovatief bezig met het maken van printplaat en software om die lithiumbatterij goed aan te sturen. Er zijn werkgroepen in Europa bijvoorbeeld voor 48 volt systemen in auto's in plaats van 12 volt. Maar dat moet over 7 jaar gaan lopen. En wij zijn onderdeel van die groep. En ik denk dat daar veel toekomst in zit. Ook de start-up toekomst weer?
Dat was een start-up 10 jaar geleden inmiddels, Superway. Is nu een serieus bedrijf, er werken 50, 60 man. Maar als de acquisities klaar zijn, dan gaan we dit jaar naar 500 man. En ik weet ook zeker dat we het laatste van Kees Kolen nog niet gezien hebben in de Dakar Rally. Dat vrees ik ook. Ja. Tot zover Dakar Talk. We zijn er natuurlijk altijd op RTLGP, RTLGP.nl, RTLXL, het YouTube-kanaal van RTLGP. Abonneer je daarop, like het. Als je vragen hebt, zet ze onder het filmpje en verspreid deze Dakar Talk via alle social media kanalen die je tot je beschikking hebt. Yep. Ik zeg Twitter, ik zeg Facebook, ik zeg Instagram. Tom, absoluut, ben ik wat vergeten? Nee hoor, helemaal goed zo. Dan zijn wij er binnenkort weer. Tot de volgende keer, dankjewel. Dankjewel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eru Prestige. Kaas voor kerels.